Volgens de traditie is de Roze Maandagkaravaan weer van start gegaan vanaf het station Tilburg Centraal, om daarna door het centrum van Tilburg op het Piersplein te eindigen. En ja hoor, ze waren er weer dit jaar, de Drag Queens, maar ook een roze Cadillac. En waarschijnlijk een eenmalige uitgave van het Gayformatorisch Dagblad, afgeleid van het Reformatorisch Dagblad. Op het Piersplein werd na het officiële gedeelte Roze Maandag verrast met een swingend optreden van Birgit Lewis. Daar kan je niet stil bij blijven staan. En ja hoor, dan begint de roze party pas echt met zo'n gangmaker. Kermis TV was erbij en laat je de beelden zien. Are you ready? Hit it, baby. Are you ready? This song is all about Proud Mary. And first, we're gonna take it slow. And then, for most of you, yes, for some of you who likes it a little bit, a tiny little bit, oh, this song is for you, okay? That's a good job. Yeah.